We zijn weer bij Innovator begonnen en Remco Bron heeft naast een nieuwe auto de Opel Ampera. Ja, Opel Ampera rijdt een beetje elektrisch. Heeft hij ook een nieuwe MacBook gekocht met een elektrische MacBook. Retina, hè? Een elektrische MacBook. Ja, en een Ampera met SSD. Naast een elektrische auto heeft hij dus een MacBook met Retina. Maar ook, jij zegt... Retina. Hij is, en wat is het kenmerk van deze MacBook? Hij is snel. Supersnel. Dan gaan we even kijken. We hebben hier gewoon een goede ouderwetse van Ronald van Woensel. Ja, en even heren, Photoshop even opstarten. Lekker snel. 3, 2, 1, go. Klaar. Huh? Ja, klaar. Ik zeg dan dat hij snel is. Ah, hij is klaar. En deze is nog... Deze is starting-up. Ja, deze is starting-up. Deze heeft een harde schijf, zeg maar. Harde schijf. Hij is er bijna. Hij is er bijna. Oké. Ja. Hij is er nog niet. Zag je het verschil, Vincent, of heb je geknipperd? Nee, ik zie nog geen verschil. Het is nog bijna, het is nauwelijks meetbaar. Oké. Okay. Hij is er nog niet. Hij is hoog. Hij is er nog niet? Nu, ja. Oké, nu is het. Ja, nu is het. Oké, dus dat was eigenlijk, dat was niet te meten. Dat was een factor. Oké, kunnen jullie even iMovie allebei opstarten? Ja, maar dit is niet... Rem kan hem net draaien. Dus. Oké, doen we het nog een keer. Ga je maar even eruit uit deze. Ja. En kun je dit ding even weghalen, want dat is een beetje verwarrend. Heb je ook nog een desktop? Nog een keer. Heb je geen desktop? Oké. Geen desktop. Oké. Allemaal nog Photoshop. Nog een keer, voor de tweede keer. Wat, Photoshop? Wacht. Nog een keer Photoshop, ja. 3, 2, 1, ja. Ja, nu gaat hij klaar. Kijk. Nu, dat scheelt, hè? Ja, het scheelt. Oh, dus tweede keer is een stuk sneller. Nou, even iMovie nog eventjes. 1. iMovie erbij. iMovie. Oké. Okay. Ja? 3, 2, 1, ja. Maar had je iMovie al in je cache? Had je niet gebruikt? Nee. Okay. Ik gebruik eigenlijk niet. Gebruik je nooit? Oké. Okay. Dus we hadden allebei de eerste keer opstarten. Heb jij hem gestart, Ronald? Ja, dat is best. Je hebt hem gestart, Ronald. En bij mij is dat fout. Daar komt dat. Er komt wat. Ja. Ja. Poeier. Library. Dit is het. Oké. Nog andere dingen van, kun je de resolutie ook... Oh, nu is hij er pas. Ja, hij moet er even denken. Hey, wat nog meer... Wat heb je nog meer? 8 gig. Wat heb je nog meer, wat heb je nog meer opgevallen met deze MacBook? Nou, ik geloof dat je wil weten dat hij geen resolutie dingen meer heeft. Nee, nog maar. Kijk, de resolutie, dat is wel grappig, die kon je vroeger instellen met hoeveel pixels je wil. Pixels zijn ouderwets, want tegenwoordig kan je alleen maar kiezen of je het best wil, of more space, of larger text. Dus het is allemaal een beetje dummy down, zeg maar. Okay. Het is voor de gewone persoon is dat echt heel makkelijk. Oké, hoe is de batterij, hoe lang gaat die mee? 6 uur. 6 uur. Getest vorige keer met presentatie, ik heb 2 uur staan presenteren, hij zat nog half vol. Dus het is echt wel met filmpjes en de hele radplan. Okay. Geld waard? Nee, het is veel te duur voor een laptop. Je kan veel beter een Windows PC kopen. Oké. Okay. Tot zover de mening van meneer Bron met zijn nieuwe speeltjes.